Ik vind het wel mooi toen ik jullie in het begin vroeg van hoe vaak is Feyenoord de laatste 10 jaar derde geëindigd. Ja. Word ik 9, 8 keer en 1 keer kampioen. Het was maar 3 keer, inclusief dit jaar. Kijk even naar de laatste 10 jaar. Zo. 7e, 4e, 10e, 2e keer, 3e, 2e keer, 4e, ja, ja. 3e, 1e, 4e, okay. 3e. Ja, ja. Dus er zit ook een 10e plaats bij, er zit een aantal 2e plaatsen bij. Maar in je hoofd is het wat vaker 3e geweest dan het uiteindelijk was. Wat zegt, als je hier naar kijkt naar Feyenoord in de afgelopen 10 jaar, wat zegt dat? Want er is veel kritiek op de leiding, er is veel kritiek op Jan de Jong, op Van Geel. Je moet ook vooral naar de afgelopen jaar kijken natuurlijk. Kampioen geworden, 2 keer de beker gewonnen. Dus daar moet je naar kijken, je moet niet te ver terugkijken. Die heeft gewoon fantastisch gedaan. Wel veel terug, omdat er nu natuurlijk nog steeds veel onrust is. Ondanks het feit dat de trainer gaat weg, ja. De technische directeur gaat weg, nu de algemeen directeur weg. Iedereen moet weg. Terwijl ik me afvraag, ja, hoe slecht gaat dit? Het gaat wel punten gewoon heel slecht. Altijd een hoge verwachting bij Feyenoord, want er is altijd hoop. Figo, met alle respect, PSV, Ajax, die zijn veel malen beter. Dit seizoen dan, zeg maar, met de aankopen die ze gedaan hebben. Maar normaal gesproken moet jij als Feyenoord, moet je toch van de andere clubs, moet je gewoon, resultaat behalen. En die kloof. En dan zou je nog derde worden, maar die kloof mag nog nooit 20 punten zijn. Maar waar ontstaat het door, hè? Dat ze dan zoveel punten laten liggen. Is het dan onderling ook dat ze irritatie? Want ik heb wedstrijden gezien dat spelers gewoon tegen elkaar echt lopen de bek vechten. Dat er wat ook buiten het voetbal wat gebeurt in de kleedkamers met de trainer en zo. Ja. De chemie is denk ik gewoon weg. Weet je? Dat is wel heel zonde. Je hebt het supergoed gedaan. Maar die resultaten van Gio zijn gewoon goed. Ja. Maar het lijkt inderdaad alsof dat de hiërarchie, zeg maar, binnen het elftal, dat daar een beetje... Ah ja, je ziet verleden week met Klaasie, met een trainer. Ik denk dat hij dat een half jaar geleden niet gedaan zou hebben. Een beetje gefrustreerd. Ik heb die Berghuis gezien tegen VVV. Hoe heet die bek die achter hem staat? Die vandaag... Blasius? Ja. Nee. Martina? Oh, Koeken Martina. Ja. Ja. Nou, die speelde geen bal goed. Die Berghuis werd helemaal gek. Die stond alleen maar zo op het veld. Dat is niet normaal. Die begreep niet meer hoe of wat hij op het veld deed eigenlijk. Dus is dus niet de baas. Hij wel een leider is. Dus Van Persie heel erg leidt. Ja, ik ken hem niet goed genoeg. Hoor. Ik heb hem in Jong Oranje meegemaakt. Maar hij is best wel een jongen die op zichzelf is. Okay. Die vooral met zichzelf bezig was. In houding, zeg maar, wel een leider of voorbeeld was. Maar niet iemand die mensen corrigeerde of zo. Daar ken ik hem ook niet goed. Ik weet niet hoor. Het schijnt wel erg te zijn veranderd, hè, bij Arsenal. Dat hij daar onder de leiding... Hij is wel met het elftal bezig. Ja. Dat probeert hij in ieder geval. Maar net wat ik zeg, weet je wel... Hij leidt wel in zijn spel. Hij laat wel zien wat hij... In zijn prestatie. Ja, natuurlijk in zijn prestatie. Maar ook Van Persie is een speler die vooral heel erg goed uitblinkt. Als het team heel goed is en als het team heel goed speelt. En als het niet goed speelt, is hij niet iemand die eventjes 60 meter terugsprint, zoals Dirk Kuyt dat altijd deed. Dat heeft hij natuurlijk niet in zijn spel. Het is vooral als hij de bal heeft.